Ja, dan officieel is hij begonnen. De tijd van barbecue, zwierige jurkjes en rokjes en ijskoude biertjes. De zomer. Ja, en Dennis Wild, welkom weer, man. Jij wil vast ook een hete zomer, toch? Een hete zomer. Nou, echt superheet hoeft hij van mij niet, hoor. We krijgen donderdag bijvoorbeeld al tropische temperaturen. Donderdag heel eventjes. Al? Ja. Heel eventjes 30 graden. Maar dat is voor mij eigenlijk al wel te veel. Ik doe mij maar een graadje of 20. Zonnetje erbij. Droog weer. Dan vind je het genoeg. Ben ik tevreden. Goed voor een koud biertje en een barbecue erbij. Exact. Dat echte zomergevoel. Hou je daar wel van dan? Van de zomer? Is het je favoriete seizoen? Nou, ik ben wel een seizoenenmens. Dus er zijn meerdere seizoenen die ik heel erg leuk vind. En dat is maar goed ook, want dat is natuurlijk ook mijn vak. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel gek op alle seizoenen. Het voorjaar vind ik wel eruit springen, omdat je dan eindelijk weer lekker naar buiten mag. Ja. De tuin in. Alles weer groeit en bloeit. Dat, ja. Dat vind ik persoonlijk, en dat vinden veel mensen natuurlijk mooi. Ja. Maar ja, een zomer met zijn extreme weer af en toe. De winter met hopelijk af en toe ook nog wat ijspret en sneeuwpret. Ja, dat zijn ook mooie eigenlijk seizoenen. Eigenlijk is Nederland het fijnste land om in te werken als weerman, lijkt me. Want wij wisselen alle kanten op. Nou ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Want het is een heel wisselvallig weertype wat we hebben. Met dus drie seizoenen. Hoewel ze af en toe wel een beetje door elkaar heen lopen natuurlijk. Ja. Maar voor een weerman is dit het land. Het Walhalla. Ja. Heel goed. Ik heb ooit een aanbieding gehad om naar Bonaire te gaan. Echt waar? Om daar weerman te worden. Want degene die daar weerman was op Bonaire, dat was veel te druk met zijn duikschool. Ja. Maar ja, dat is veel te saai. Het is altijd mooi weer. Het is wel leuk voor een paar jaar. Ja, precies. Nou, maar ik kreeg de rest niet mee. Wie weet ooit nog. Ja. Goed, om het echte zomergevoel alvast even te proeven, hebben we een heel mooi bandje gemaakt. Droomt u maar eens even mee van een lekkere, lange, hete zomer. Dennis, je zegt al, dat willen de kinderen altijd op de barbecue. Dat marshmallowtje op het eind, hè? Ja. Echt zomergevoel. Echt zomergevoel. Ja, maar kunnen we daar voorspellingen over doen? Kan jij zeggen of het een hete, warme zomer wordt of niet? Nou, dat is heel lastig. Er zijn wel modellen, hè? Dus dat zijn computerberekeningen die ook voor langere termijn berekeningen doen. Maar weet je, het weer is dusdanig chaotisch dat de waarde van dat soort modellen voor een paar maanden vooruit eigenlijk ongeveer hetzelfde is als het gooien met een dobbelsteen. Dus daar waag ik mij niet aan. Je kijkt echt naar de korte termijn, zeg maar. Meteorologen zijn natuurlijk vooral proberen ze om dat chaotische weer in een bepaalde periode toch te kunnen vatten. En soms kan dat tot, nou ja, 2 weken vooruit zelfs. Ja. Maar veel langer is best een hele klus. Ja. En dat blijkt in de praktijk toch heel lastig te zijn. Dan word je echt een goochelaar dus. Nou, niet helemaal, want ik zeg het met een slag om de arm. Want er zijn wel bedrijven bijvoorbeeld, energiebedrijven, die op grond van lange termijn prognoses toch een beter bedrijfsresultaat kunnen halen ten opzichte van hun concurrent. Dus het heeft wel enige waarde. Dat doen ze met allerlei computermodellen. Ja, dus het heeft al wel waarde, maar voor ons als consument, weet je, je kunt daar niet zo heel veel mee. Nee. Maar we kunnen wel een paar andere dingen zeggen over bijvoorbeeld de regen. Want de afgelopen tijd heeft het echt ongelooflijk hard geregend in deze regio, toch? In het voorjaar, of is dat een misvatting? Ja, nou ja, de voorzomer is natuurlijk al wel begonnen. Kijk, 1 juni is voor ons het moment dat de zomer begint. Meteorologen die rekenen altijd met volle maanden, dat is makkelijk. Dan kun je de seizoenen ook van de afgelopen jaren goed vergelijken. Want die 21 juni is niet altijd een vaste datum. Het kan ook 20 zijn, kan ook 22 zijn. Dat is afhankelijk van de zon. Want we hebben nu de meest noordelijke stand van de zon bereikt op het noordelijke halfrond. Die gaat weer terug. Dus de dagen vanaf nu worden weer korter, helaas. Okay, dus eigenlijk hebben we de langste dag. De langste dag eigenlijk die hebben we vandaag gehad. En dat is
het astronomisch begin van de zomer. Dus zo kennen we dat ook, hè? Staat zo in de kalender. Ja, we zien het nu ook in beeld inderdaad. Ja, nou ja, het warmste deel van de zomer moet gelukkig nog wel komen, hoor. Dus is nog niks gedaan. De zomer is nog niet voorbij. Nee, maar hoe zit het met die regen dan? Ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Een zomer kan van alles geven, hè? Dus mooie, droge, zonnige periode. Dat is ook iets wat we zeker allemaal nog kunnen verwachten. Gelukkig. Maar wat we wel zien is dat de temperatuur gewoon stijgt. In de afgelopen 100 jaar is de temperatuur gemiddeld al met ruim 1,5 graad gestegen. Klimaatverandering. Ja. Hè? Er zijn natuurlijk een hoop sceptici die zeggen, klimaatverandering, niks aan de hand. Opwarming van de aarde is een fabeltje, zeggen ze dan. Ja, maar ik kijk terug, ik kijk niet eens vooruit, ik doe geen voorspelling daarover, maar ik kijk wel terug en zeg van, hey, in de afgelopen 100 jaar is er gewoon wat gebeurd. Het is gewoon een feitelijke constatering. Alle metingen die we hebben, is die 1,5 graad gewoon een overduidelijk iets. Dat resulteert ook in dat die warme lucht makkelijker vocht kan bevatten. Hè? Dus water verdampt makkelijker van de Noordzee. Hè? Grote plas bij ons voor de deur, heel dichtbij eigenlijk. We zitten in het oosten van het land, maar toch heeft die heel veel invloed op ons. Ja. En dat levert dus veel meer vocht in de lucht op. Dat vocht dat resulteert uiteindelijk in meer bewolking. Meer bewolking kan ook resulteren in meer regen. Na regen komt zonneschijn, dat is niet voor niks een gezegde. Het is dus gewoon een feit dat er, als er veel zon is, ook meer regen is. Is dat kijk, in de woestijn is dat niet zo, maar er is ook geen vocht voorhanden. Maar bij ons wel. Ja. En dat levert dus ook veel meer regen op. In de winters ook. Hè. We hebben zachtere winters, maar die zijn ook veel natter geworden. Ja. Maar ook de zomers leveren meer regen op. En vooral veel regen in korte tijd. Want de extreme hoeveelheden regen, die zijn echt fors toegenomen. Zelfs 85% meer kans op buien van 30 mm of meer. 85% meer kans op buien. En dat is echt gigantisch natuurlijk. Ja. Maar ik wil nog steeds zeggen, we hebben ook soms mooie, lange, droge perioden met heerlijke temperaturen. Maar als het dan eens een keertje goed regent in de zomer, dan kan het ook maar tot dit soort verschrikkelijke resultaten rijden. En hoe zit het dan met die codes? Want dat hoor je ook de hele tijd. De afgelopen tijd hadden we of weer code geel, of weer oranje, of rood. Wat is dat? Nou ja, de codes die hadden we vroeger niet. Nee. Maar KNMI heeft bedacht dat ze ons moeten waarschuwen voor heel extreme omstandigheden. Wij doen dat natuurlijk al jaren. Weermannen. Ja, natuurlijk, op radio en televisie. Maar goed, daar is nu eenmaal een soort waarschuwingssysteem aangekomen. Dat is begon dat iets ooit nieuws? Nee, dat is al van een paar jaar. Dus het begon met het weeralarm. Dat is soms ook wel eens een paar keer uitgeroepen op momenten dat het niet had gehoeven. En toen zijn ze daar over na gaan denken samen met het ministerie. Hoe kunnen we dat doen? En toen heeft het KNMI een soort voorwaarschuwingssysteem bedacht. Waarbij code groen, geel, oranje en rood, dat is het weeralarm nog steeds, geldt. En dat is een soort opschalingssysteem waarbij we dus alert kunnen zijn, ons voorbereiden en uiteindelijk binnen moeten blijven en de deuren dicht doen. Waardoor iedereen doet wat we het liefst doen, bezig zijn met het weer. En dan krijg je dus dit. Ja. Morgen komt een storing uit Duitsland steeds dichterbij en daarbij horen regen- en onweersbuien. En de kans op een pittige bui neemt ook toe. Als het dan weer meevalt, zeg maar, zoals afgelopen week. Ja, dan denk je, die waarschuwing die er was vanuit het weer, dat was eigenlijk wel een beetje over de top. Bijvoorbeeld een loonwerker, die werkt zich echt 180 graden in de ronde. En als dan zo'n voorspelling niet uitkomt, dan is het natuurlijk een hele storm in een glas water geweest. Je ziet ook vaak dat de horeca hier in Giethoorn en in de Weerhebben en de Wieden, dat op zo'n moment ook helemaal doodvalt als er zo'n waarschuwing is afgegeven met code geel of oranje. Ja, code geel, oranje. Is het dan onzin? Nee. Ik snap iedereen dat het verwarrend is. Ik vind ook dat het KNMI heel goed moet uitleggen hoe het nou echt zit. Maar het heeft natuurlijk, al die alarmeringen heeft wel een nut. Want achter de schermen zijn natuurlijk een hoop instanties die van alles moeten doen. De brandweer die schaalt op als er dit soort extreme dingen kunnen gebeuren. Ja. In de winter extra gladheidbestrijding, noem het maar op. De horeca heeft er last van in de zomer. Ja, die kunnen ook, of profijt van als er een hittegolf komt. Huppakee, opschalen, extra personeel. Ja, dat kan natuurlijk heel lastig zijn. Hey, dit weer, hè? Ben jij zo'n iemand die dan 's ochtends wakker wordt en dan in Borne de gordijnen opendoet, naar buiten kijkt en denkt, ik wil meteen weten wat van weer het is. Zit het echt, die interesse, zit die altijd al in jou? Dat zit wel in mijn vezels en je bent natuurlijk elke dag met het weer bezig, ook om het te verwachten. Hè? Dus wat wordt het? Dus de volgende dag sta ik ook inderdaad te kijken of het zo is. Ik kan dus heel blij worden als het regent.
Als het tenminste in mijn verwachting stond. Ja. Mijn vrouw is dan daar chagrijnig over. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. Ja, precies. Maar je rekent jezelf wel af op je eigen voorspellingen dus. Ja, natuurlijk. Want daar word je ook weer beter van. Hè? Dus het is een soort verificatie van alles wat je hebt gezien. Zou ik het anders hebben gedaan? Ik bedoel, ik bekijk natuurlijk de hele dag allerlei computerberekeningen. En ik kijk naar buiten. Ik kijk naar de waarneming van dat moment. Ik weet hoe het... Nou ja. En alles met elkaar vormt dat... Ja, jouw manier van werken. En die kan alleen maar elke dag weer beter worden. En is er dan ook onder weer mannen en vrouwen onderling nog een beetje competitie? Wie het wel of niet goed had, vraag me dan af. Nou ja, zeker. Ja? Kijk, ik werk nu voor RTL, Buienradar. Ja. En ik kom van Meteo Group, Meteo Consult. Dat is een andere instantie dan? Ja, natuurlijk. Ja. Een heel mooi groot weerbedrijf die ook achter de schermen, ook van bedrijven tot bedrijven, heel veel mooie dingen doet. Ik heb me meer geconcentreerd op dat mediastuk. Maar je zit natuurlijk wel ook met Weer Online en met Weerplaza met elkaar te vergelijken. Ja, met RTL en NOS is het dan dat jullie elkaar af en toe appen van ik had lekker gelijk en jij niet? Dat niet, maar we proberen natuurlijk wel via de social media heel duidelijk te maken dat wij het dan wel goed hadden. Heel mooi. Nou, dankjewel Dennis Wild. Ik hoop dat er nog een hele mooie zomer aankomt. Ik met heel veel weersverwachtingen. Ja.